Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik had in mijn vorige video al even aangestipt dat ik ziek ben geweest. Vandaar dat ik nou ook op de bank zit. Ik moet gewoon even lekker comfortabele houding hebben. Ik ga even beginnen met wat mededelingen. Want zoals je begrijpt zal er even niet op woensdag en op zaterdag een video online komen. Mijn leven of mijn dag gaat heel erg zo. Mijn dagen... En ik kan filmen als ik hier zit. Als ik daar zit, daar zit, daar zit, daar zit, kan ik niet filmen. Geen energie voor, geen zin in. Lukt me gewoon niet. Dus ik kan alleen filmen op dagen dat ik daar in mijn energielevel zit. En op die dagen film ik dan ook. En probeer ik ook rust te houden en ook te herstellen. Maar ook even leuke dingen te doen, zoals te filmen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt. En dat je dat snapt. En dat ik er misschien ook niet altijd even florissant uit zou zien. Ik heb nou best wel dikke laag foundation op en concealer. Omdat mijn wallen gewoon heel erg groot zijn. Je lichaam lijdt gewoon heel erg onder ziek zijn. Maar ik ga er toch iedere keer dat ik een filmpje opneem iets van proberen te maken. Tot zover mijn gezeur. Want ik ga vandaag de Balea adventskalender unboxen. Ik wil ze eigenlijk allemaal voor 1 december online gooien. De adventskalenders die ik heb en die ik wil unboxen. En ik hoop dat me dat gaat lukken. Maar ook daar zet ik even niet te veel uitroeptekens achter dat me dat gaat lukken. Want ik wil het gewoon graag proberen, maar we gaan het gewoon zien. Het is best wel een groot ding. En er was me gevraagd om het te unboxen. Ik had gevraagd, vinden jullie leuk als ik ook die van Balea doe? Nou, dat vonden jullie allemaal heel erg leuk. Althans, degene die gereageerd hebben. Er was niemand die zei, nou, doe maar niet. Het zijn vrij grote vakjes en het is ook een vrij grote kalender. Hij was heel onhandig in meenemen en zo. Het is niet zo handig over nagedacht. Maar goed, ik ga gewoon beginnen met vakje 1. Deze zijn echt vrouwtjeproof. Dat is echt fijn. Ik scheur ze zo open, ze gaan niet kapot. Dat is al iets wat ik heel erg leuk vind. Dat is een crème douche met velgen en himbeerduft. Himbeer is frambozen, maar wat velgen? V-E-I-L-S-C-A-E-N. Crème douche. Nou, dat is al heel erg leuk, die minis. Oh, lekker. Ik weet nog steeds niet wat velgen zijn, maar in ieder geval is het een best wel winterscheurtje. En toch ook wel warm. Of fruitig. Heel raar, fruitig winterscheurtje, maar echt ontzettend lekker. Deze komt sowieso altijd wel van pas. Ik denk dat er allemaal dit soort dingetjes in zitten, van die verzorgende dingetjes. Hoop ik, want dat vind ik leuk. Hebben we nummertje 2, maar waar zit die dan? Oh, hier. Dat is een wat kleiner vakje, dus ik ben benieuwd. Oeh, wasgel en ogenmake-up entferner. Dat is een heel klein schattig tubetje. Ik denk dat er alleen minis in zitten. Alleen het licht van de softbox verblindt het ding. Maar dat vind ik ook... Oh, dat is leuk om mee te nemen. Hoe ruik jij? Niet zo heel lekker. Beetje naar haargel. Maar goed, ik vind dit is gewoon schattig. Dit is gewoon hartstikke leuk. En ook om mee te nemen op vakantie. Nou ga ik binnenkort niet op vakantie of zo. Maar ik vind het wel heel leuk om gewoon zo ook te proberen. En volgens mij hebben ze deze niet in een gewone... dingen. Dit zijn allemaal limited editions. Nummer 3. Oh, wat leuk. Dagcreme. Gezichtscreme voor de normale en mietshout. Dus de gecombineerde, normale en gecombineerde huid. 20 milliliter. Is ook handig om mee te nemen op vakantie. Er zit niet echt een geurtje aan. Ik ruik mijn eigen handzeep waar ik net mijn handen mee heb gewassen. Maar ook super leuk, gewoon dit soort dingetjes. 4 is een heel klein vierkant vakje. Oh, wat schattig. Oh, wat lief. Oh, daar word ik echt even heel blij van. Het is een mini nachtcreme. Oh, kijk dan wat een leuk lief potje. Oh, dat is echt heel leuk. Even kijken hoor. Oh, wat een poepie. Oh, wat scheetje. Kijk dan. Oh. Q10, dat heb ik niet nodig. Ik heb nog geen rimpels. Hoewel ik ze de laatste weken wel heb gekregen, denk ik. Maar deze gaat sowieso met toilettas. Nummer 5 zit eronder. Maar dat is een haarboter. Met keratine, pyrhito-keratine en shea butter. Ik ken wel keratine, maar pyrhito-keratine ken ik niet en shea butter. Oh, dat is heel leuk. Ook allemaal van diezelfde leuke verpakkingen. Maar dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, yes. Ja, die ga ik ook zeker gebruiken.
Tot nu toe ga ik alles gebruiken. 6 is een weer wat groter vakje. En daar zit weer een douchegel in. En ze hebben alleen geen naam, deze limited editions, maar weer een ander design. En die ruikt naar... ook heel... oeh! Naar Thai Thai poppen. En dat heet, noemen ze lepkoeken. Zijn lepkoeken Thai Thai poppen? Ik heb geen idee. Maar echt naar Thai Thai. Oeh, lekker. Dan vind ik jammer dat ze deze dan maar alleen in een limited edition hebben. Die zou ik ook best in het groot willen kopen, weet je. Maar, ach ja. Lekker. 7. Gaan we gewoon weg. Alsof er niks aan de hand is. Dit is, komt ook uit het verpas. Dit is een hand- en nagelbalsem. Focus. Mijn nagels zien er verschrikkelijk uit. Evenals mijn handen. Maar ja, ook die hebben natuurlijk de afgelopen weken geen verzorging gehad. Starke nagel und geschmeidigde handen. Ik ken echt geen Duits. Ik kan niet helemaal plaatsen waar die nou naar ruikt. Nee, maar wel lekker op zich hoor. Niks mee, mis mee. Dan hebben we nummertje 8. Dat is een kleiner vakje. Wat is dit dan? Oh, een BB cream. Hellere tot bis mittelere houttoon. Ik denk dat ze bedoelen een lichte tot gemiddelde huid. En hij ruikt, zou naar passievrucht moeten ruiken. Oeh, heel sterke passievruchtgeur. Heel sterk, heel sterk, heel sterk. ik weet niet of ik dit in de ochtend nou zo lekker ga vinden. Maar goed, we kunnen het proberen. Het is ook maar een heel klein tubetje, dus ik denk dat die zo op is. Hadden we nou 8 of waren we nou bij... ja, bij 9 zijn we nu. En dat is een gezichtsmaskertje. Een aftersportmask voor de normale huid met vitaminecomplex. Dat is ook heel erg leuk. Er zijn alleen geen ingrediënten op. Dus dat is jammer. Dan kan ik niet kijken wat erin zit en of het eventueel iets is. Want vaak zijn dit soort dingetjes toch wel af te leiden aan de ingrediënten. Ja, ik weet het niet. Dus dat staat er gewoon niet op. Maar goed. We gaan naar nummertje 10. Die zit hier. Oh, en dat is een tieven... reiniging met roze tonende. Wat is het dan? Oh, dat is een gezichtspeeling. Een scrub. Heel subtiele korreltjes. Ja, heel subtiele korreltjes. Maar ook dit soort dingen neem ik nooit mee op vakantie. Omdat ze altijd te groot zijn. En nu heb ik gewoon een kleintje die ik gewoon mee kan nemen op vakantie. En dat vind ik echt super handig. Hij ruikt inderdaad subtiel naar roosjes, maar absoluut niet vies of chemisch of zo, zoals ik al bij die BB Cream wel heel vies chemisch vond. Maar deze is best wel te doen, best wel lekker. Dan hebben we nummertje 11. En dat is een body lotion. Chai Latte duft. Al sla je me vierkant dood. Wat dat is. Chai Best ken ik wel, maar... hij ruikt inderdaad behoorlijk bessig. Best wel besachtig, ja. Maar absoluut niet vies. Best lekker zelfs. Ja, lekker. Dan hebben we nummertje 12. Food butter. Voetenboter. Ik heb het idee dat hier het minder uit is geblend dan daar. Maar goed, misschien valt mij dat alleen op. Voor drogende voeten. Ik heb eigenlijk nooit droge voeten. Maar hij ruikt ook weer heel lekker. Ook weer... beetje speculaasachtig. Echt zo'n wintergeurtje. Ik vind dat zelf altijd wel heel erg lekker. Maar als ik dan voetenboter in huis heb, dan gebruik ik hem ook. Maar als ik het niet in huis heb, mis ik het ook niet. Zo'n product is voetenboter voor mij een beetje. Dan denk ik, ja... mis ik het nou als ik het niet heb? Nee. 13. Ongelukgetal. Daar geloof ik niet in. Oh, wel leuk. Een shampoo voor wintergestrest haar. Oh, dat is echt heel erg leuk. Even kijken, hoe ruik jij?
ook weer een beetje koekjesachtig. Of heb ik gewoon koekjeslucht aan mijn handen zitten? Nee, het ruikt echt gewoon... Ja, nou wel inmiddels, maar... Heel erg koekjesachtig. Oh, wat leuk. Dan hoop ik eigenlijk dat er ook een bijpassende conditioner in zit. Oh, wat leuk. Nummer 14. Ben jij dan een conditioner? Je hebt wel hetzelfde vakje. Ja! Spoelung! Magic Winter Spoelung voor wintergestrest haar. En dan hoop ik dat jij dezelfde geur hebt. Ja. Dan hebben we nummertje 15. Die zit naast 14. En dat is een douchepeeling. Een wat grotere verpakking voor een zachte huidgevoel. En ik denk iets van een zacht huidgevoel of zo. Dat zou logisch klinken. Oh, er zit inderdaad scrubkorreltjes in. Deze ruikt een beetje naar zeepachtig. Staat niet op wat voor geurtje erin zit. Maar hij ruikt best oké. Niet vies of zo. Nummertje 16. Deze zijn echt heel vrouwtjeproef. Dat is weer een body lotion met vanille ijscreme geur. Kom eens omhoog, zonder in mijn gezicht te spuiten. Ja, ik ruik er wel vanille doorheen, maar ik vind vanille niet zo lekker. Ik hou niet zo van vanille, dus dit is niet zo mijn geur. Nee. Maar goed, ik kan hier vast iemand blij mee maken. Ik geef hem aan een vriendin of zo. 17 alweer. Oh, wat leuk. Aqua lotion. Dat is een waterlotion en dat zou je dan op moeten brengen voordat je dagcreme opbrengt. Zachte plegen. Even benieuwd hoe die ruikt en hoe die aanvoelt. Best wel sterk geurtje. Het is een soort van olieachtig iets. Nou, wel heel waterig, maar even lezen wat erop staat, toch? Zover ik het kan lezen. Er zit wel iets vettigs in, maar het voelt ook wel weer heel waterig op de huid. Een beetje raar, gek spulletje eigenlijk. Ik ben er heel benieuwd naar. Misschien dat je er nog iets meer van hoort. Want deze ruikt niet zo lekker. Maar deze ga ik wel verder uittesten. Dat vind ik wel heel erg leuk. Waar waren we dan? Bij 18, denk ik. Ja, dat is een groot vierkant vakje. En dat is weer een maskertje of iets. Ja, gewoon mask. Voor de normale huid met jasmijn en chai thee. Kai thee, geen idee. Maar hier staan ook weer geen ingrediënten op. Ik dacht dat dat wettelijk verplicht was. Maar dat is dus niet zo, blijkbaar. Maar goed, maskertjes heb ik dus voorlopig genoeg in ieder geval. 19. Oeh, een spray. Ik ben benieuwd wat voor spray. Oh, wat leuk. Verfrissende en make-up fixeringsspray. En dat is wel zuur, want als die nou heel fijn is, kan ik hem niet kopen natuurlijk. Make-up fixerend. Maar er staan weer geen ingrediënten op. Dus ik kan ook niet controleren of er ingrediënten in zitten die je make-up zouden kunnen fixeren. Zo te ruiken zit er wel... Zit er wel iets van alcohol in. Alcohol fixeert natuurlijk. Het is niet goed voor je huid, maar wel goed om over je make-up heen te doen. Dat je make-up op zijn plek blijft. Wat leuke dingen zitten erin, zeg. Het ruikt een beetje fruitachtig. Maar ja, echt heel erg leuk. 20. Een lippenpeeling. Lipscrub. En dat komt heel goed uit. Want die heb ik eentje van Lush. Maar die is over de datum. En dat voelt ook niet goed meer en zo. Met suikerkorrels. Suikerkorrels, denk ik. Oh, daar zit ook echt zo'n tubetje aan. Ja. Oh, heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Ook allemaal nuttige dingetjes die je altijd, die iedereen wel gebruikt. Ik bedoel, douchegel, body... Ja, bodylotion nog niet, maar douchegel gebruikt iedereen, toch? Nummer 21 is weer een haarmasker. En daar zit weer keratine in en panthenol. Gaan we ook proberen. Komt vast wel een keer een opgemaakt videootje voorbij. 22. Selfie ready crème.
geen idee wat ik daarvan moet denken of moet verwachten. Maar ik denk dat het een... ook niet echt een bijzonder geurtje of zo. Oh, je moet hem onder je dagcrème aanbrengen. En dan schijnt je make-up heel mooi eruit te moeten komen zien. Ik heb geen idee. Ik denk dat hier een beetje de inspiratie van Balea op was. En dat ze denken van, we gaan maar gewoon iets erin doen en kijken wat men daarvan vindt. Maar ik vind het wel leuk om te proberen. Nog twee vakjes te gaan. 23 en 24. Dan gaan we eerst naar 23. Dat is weer een crème douche. Crème douche. Orange en zimt douche. Orange is sinaasappel, maar zimt. Is dat geen mosterd? Nee. Dat is geen lekkere geur. Zenf is mosterd. Heel fris. Heel fris. Meer een zomergeurtje eigenlijk. Maar heel lekker. En dan het laatste vakje. Last but not least. Dat is een groot vakje. Dus daar verwacht ik dan nog wel wat van. Moet ik hem wel open krijgen uiteraard. Dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Oeh, een of ander blik zit erin. Gepleegde weihnachten. Verzorgde kerst. Maar wat is het dan? Ik heb gewoon geen idee wat het is. Ik dacht een blik of zo waar je crème in zat. Wat is het? Zou het een scrubblok zijn of zo? Of een spons? Ik heb gewoon geen idee. Die staat er ook niet op. Feiertagen. Ik heb geen idee. Maar ik ga het in ieder geval uitzoeken. Dan is hij leeg. En niet alleen de kalender, maar ook mijn energiegehalte is leeg. Ik ga nu even stoppen met filmen. En ik ga, het is nu 12 uur en ik ga over een paar uurtjes verder. En dan ga ik een shoplog opnemen. Die zal ook deze week ergens wel online komen met make-up en rituals en Urban Decay en zo. Wat ik allemaal heb gekocht. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. Er komt een winactie online, maar daar wil ik ten volle van genieten. En eerst even beter zijn. Ik wil je bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei!